Hey jongens en meisjes, ik ben een paar weken natuurlijk heel druk bezig geweest. Ik ging dus proberen een gamepie te maken. En wat was het een drama! Oh! Met alles wat ik deed waren er tegenslagen. Maar dat hele proces is zeg maar deze video, dus misschien moet ik gewoon mijn mond houden nu. Ik gebruikte Unity en ik heb dat dus nog nooit eerder gedaan. Dus ik begin casual met de tutorial. Zelfs de tutorial opstarten gaat mis. Maar na eventjes plooien had ik deze game gemaakt. Nee, haha, dit is de tutorial. Daarna begon ik toch echt aan mijn eigen game. En toen deed ik mijn best voor zogeheten taalmaps. Iets waardoor je makkelijk dingen kon plaatsen in de map. Ja, ik was eigenlijk wel klaar mee. Ik hield het niet lang vol. Maar het kostte me ook nog eens 2 afleveringen in Inazuma. En een potje Fortnite. Nee. Om te beseffen dat mijn opname nog aanstond. Efficiëntie. Toen ging ik bezig met het maken van het karakter van de game. Hij is gebaseerd op THUWOINHE 12. Van het Combia nieuws. Ik maakte ook een idol animatie, maar goed, die was veel te extreem. Want die stropdas die ging me toch een partijtje heen en weer als je hem eigenlijk in beweging zet. Maar nadat ik het karakter erin had gezet, had ik de code gemaakt om hem te laten lopen. En met gemaakt bedoel ik natypen. Dus een easy win. Poging 3 en 40 van dat ding laten bewegen. En uiteindelijk bedacht ik me dat ik in plaats van de vragen aan de muur te stellen. Waarom werkt het nou niet? Het wel handig was om te kijken waar het fout ging. Oh. Ik kan gewoon geen Engels. Weet niet wat movement speed is. Kan gebeuren. Dat is zo gefixt in de code. Movement speed is snelheid van bewegen. En beam! Een karakter wat beweegt. En natuurlijk moet hij ook kunnen springen. Oh ja, Engels. Ja, oké. En hij kan springen. En ja hoor, de game is af en klaar om te downloaden. Nee, oké, dit was echt niks. Maar ik kon niet blij zijn dan dit. En ik ging gewoon even weer door met mijn standaard schema. Ik wilde eigenlijk wel een double jump hebben in het spel. Dus toen moest ik even code herschrijven zodat het allemaal kon. En dat heb ik natuurlijk gewoon letterlijk overgenomen van een YouTube video alweer. Maar goed, daar kun je er ook weer tegenaan. De band was eigenlijk de hele tijd al best wel blurry. Maar ik heb hem in Photoshop ietsje groter gemaakt, zodat de kwaliteit wat verbeterde. Hey kijk, het is het nieuwsgebouw soort van. Om de double jump te laten werken moest de beweging ook veranderd worden. Maar na flink klooi had ik beweging weer terug weten te veranderen. Nou ja, misschien ietsjes te snel. Maar of langzaam nou beter was. Uiteindelijk heb ik het weer goed weten te zetten. Je moest gewoon op een knopje drukken van lock rotation. Maar dat weet ik niet, want het vertelt niemand mij. Uiteindelijk had ik echt geen zin meer om dingen op te nemen. Ben ik gewoon flink aan één stuk door weten te strijden. En uiteindelijk is dit het resultaat tot nu toe. Ik weet niet hoe ik daarvan afkom. Hij kan lopen, springen, nog een keer springen. Even gekke animaties en een extreem particle effect als hij double jumpt. Ik heb verder nog geen levels op enemies, want waarom doet hij dit? En de camera beweegt niet mee. En ik wil eigenlijk nog dat hij kan sprinten en walljump, dat hij überhaupt attacks heeft. Maar dat lukte nu niet. Ik geef het nu alleen nog een achtergrond als kleine finishing touch. Heel erg mooi. Perfect. Heel erg mooi. En ja, ik wilde graag aan de video kunnen werken voordat ik met schooldruk zou zijn, dus nu heb ik eigenlijk niks. Wat een drama. Het gaat ook om wat ik allemaal geleerd heb. En ja, natuurlijk ook al die dingen in Unity heb geleerd. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En hopelijk kom je nog eens terug. Joejoe!